Zangeres, pianist en songwriter Emma Koning doet mee aan het Regio Songfestival en is door naar de halve finale. Ik neem aan dat hele huis de Koning inmiddels door het dolle heen is. Ja, absoluut. Iedereen is super trots en super blij. Vrienden, familie. Mijn hele WhatsApp stond helemaal vol met berichten. Dus goed opgevangen door iedereen. Het is een emotioneel nummer waarmee je meedoet. Heeft dat ook een beetje de doorslag gegeven voor het aantal stemmen dat je hebt binnengekregen? Ik denk het wel ook. Omdat ik heb wel veel verhalen gehoord dat mensen zich er wel in kunnen vinden. En dat ze de tekst mooi vonden. En ik denk ook dat het omdat het de eerste keer is dat ik in het Nederlands schrijf. Dat mensen dat ook wel even anders vinden. En juist dan even goed hebben opgelet. Van dat kan, dat doet zij ook, denk ik. Dus ik denk dat ze daarom wel hebben gestemd. De tekst is universeel. In de zin dat het voor iedereen wat anders kan betekenen. Maar dat is niet voor jou, hè? Nee, voor mij niet. Voor mij betekent het de onzekerheid in de muziek met mijn stem. Vanwege mijn aangeboren stemafwijking. Ik had het liedje geschreven toen ik te horen kreeg dat ik dus een afwijking heb en ik geopereerd zou moeten worden. En doordat ik niet weet of mijn stem, of ik ooit kan zingen in de toekomst, heb ik uit die onzekerheid dit liedje geschreven. Nu sprak je dinsdag. Volgens mij klinkt je stem al beter nu weer een paar dagen later. Ja, het is echt wat ik ook al zei, per dag verschillend. De ene dag klink ik veel hezer dan de andere. En dat ligt of aan het weer of aan als ik daarvoor veel heb gepraat of naar een verjaardag ben geweest. Dus het ligt er echt aan wat ik heb gedaan en hoeveel rust ik hou. En de halve finale, die is al aanstaande maandag, toch? Die is aanstaande maandag. Ja, en die wordt volgende week de 16e uitgezonden, als het goed is. En hoe leef jij dan daar naartoe? Wordt het een heel weekend niet praten voor jou? wordt moeilijk, denk ik. Nou ja, eigenlijk moet ik dus een heel weekend mijn mond houden. Maar ik zit ook weer zo te denken van je stem is een spier natuurlijk. Die moet getraind worden. Als ik elke dag een beetje zing, denk ik, dat het dan dat mijn stem dan niet weer in één keer verzwakt. Dat zit zo in mijn hoofd. Ik weet niet of het klopt of waar is. Maar het is alsnog een spier. Dus ik denk ook dat je die gewoon goed kan trainen. Maar ik let er wel op. Ik ga niet uren zingen elke dag. En morgen heb ik een dag vrijgenomen om de hele dag niks te doen. En waar vindt de halve finale plaats? Die vindt in Haarlem plaats. Kunnen wij er allemaal bij zijn? Jullie kunnen daarbij zijn. Ik heb zelf een gastenlijst moeten doorgeven van max 15 personen. Maar volgens mij is publiek van buitenaf ook welkom. Maar dan moet jullie even op de site kijken, want dat weet ik zo even niet hoe je dan moet aanmelden. Ja. En kunnen we dan ook weer op jou stemmen? Hoe gaat dat precies, die halve finale? Die halve finale, nee, dat gaat niet via stemmen. Er is een jury aanwezig van 4 personen uit mijn hoofd. Of 3. En die gaan die avond, de maandag 23e, gaan die zelf kijken welke ze de beste act vonden van de avond. Ja, en zij hebben zich nu verstopt zodat we hen niet kunnen beïnvloeden. Ja, dat klopt. Niemand weet waar ze zijn. Nee, ik weet het ook niet. Nee. Nee. Dus morgen rustig aan in voorbereiding op de halve finale. Nou, ik hoop dat je een fantastische performance neerzet. En de andere twee deelnemers volledig wegblaast. En dan hebben we mooi een West-Friese winnaar. Ja, ik ga ervoor. Ik ga alles geven en ik doe mijn uiterste best. En dan hoop ik dat ik mag winnen.